en zo opwekt. Planken neergelegd. Die zit inderdaad helemaal onder. Allemaal. Wacht, hè? Oeh, hij is wel heet. Oeh, wat is veel, hè? Dit zijn ze. Het is mooi gemaakt, hè? Nou, daar is je wel weer. Kijk even vloggen. Hé, hoe gaat ie? Is ook goed gelukt. De tractatie geworden. Goedemorgen! Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wie is hier morgen jarig? Lucilla! Vandaag gaan we jouw tractatie maken. Als ze straks uit school komt. Het is heel erg lekker. Dat gaan jullie straks zien. Maar voor nu gaan ze eerst eventjes lekker ontbijten. Kijk, Kwik, kwik en kwak zit aan de tafel. Luxie zit niet aan de tafel, maar die zit... op de tafel. Op de tafel. Heel goed. Papa is even de honden uitlaten. En Daniel en ik die gaan vandaag eerst even lekker chillen, relaxen. In de sauna! Ja, in de sauna, want het is weer donderdag. Dat is een beetje onze relatiedag, zeg maar. Dat we even met z'n tweeën zonder media, zonder kinderen, even gewoon puur lekker met elkaar in de sauna gaan relaxen, ontspannen. Even, ja, gezellig met elkaar kunnen zijn. Is heel erg belangrijk in een gezin met drukke kinderen, met jonge kinderen in de tropenjaren. Vinden wij het gewoon heel erg belangrijk om echt tijd voor elkaar in te plannen. Want anders komt het er gewoon niet van. Want door de week zijn we natuurlijk alleen maar druk met de kinderen. En we hebben natuurlijk ook gewoon ons dagelijks gebeuren, ons vlog gebeuren. En dan is het gewoon heel fijn als je één moment in de week hebt, zeg maar. Dat je weet, oh, dan zijn we echt even lekker met z'n tweeën samen. En dan kun je gewoon even lekker met elkaar praten en echt man en vrouw zijn. Met quality time momentje hebben, zeg maar. En dan zien we jullie straks en dan gaan we lekker tractatie maken, goed? Hebben we er zin in? Ja! Ja? Goed zo. Nou, dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee! Dit hebben we echt al 3 keer gedaan. In de auto, op naar school. Hé, hey, Lucilla, gaan we een zusje ophalen? Leuk, hè? Een keertje andersom, hè? Normaal halen we weer een zusje op. Ja, maar nu niet. Later. En nu Luxe halen. Leuk, hè? Oh, hij gaat me open. Hey! Hey. Zo, Luxe! Kusje en zusje. Luxe! Ze praat, ze. Ja. Het is een ja. Ja, de haarband zijn er kwijt. Ja. Kijk eens, Cecilia. Luxe heeft visjes in de klas. Leuk, hè? Hey. Visjes in de kom. Visjes, schatje. Kan niet. Gaan we het weer opdoen? Nou, we zijn weer naar huis. En we zijn weer... thuis. Zo. Nou, we zijn weer lekker thuis. Zal ik Woesel en Pippo laten? Hey, smakkelijntjes. Kussie, kussie. Oh, hallo, kusjes. En daar is Pippi. Hallo Pippi. Ik laat ze even uit. Inmiddels zijn wij weer lekker thuis. Ik heb mijn haren niet gekamd, zie ik nu nog. Nog zo van de sauna. We hebben Luxie van het kinderverblijf gehaald. En Lula en Lucilla van school. En wat zijn ze aan het doen? Tekening voor openmaken, want deze waren jarig. Ja. Ja, opa is 1 dag jarig voordat Lucilla is. En dat kan ik altijd goed herinneren. Want ik zat echt 5 jaar geleden met een hele grote ontplofte zwangere buik. Van Lucilla op de verjaardag van opa. Het kreeg nog de opmerking van, oh, je hebt genoeg gegeten, hè? Met die dikke buik. En ik was van Lucilla al over de uitgerekende datum. Dat was al een week over de uitgerekende datum. Dat was met 40 weken en... Nee, met 40 weken en 7 dagen was ik bevallen van Lucilla. Dus ik zat echt te wachten tot Lucilla nou zou komen. En we waren toen op de verjaardag van opa met mijn dikke buik gewandeld naar opa en oma. Om dat een beetje de bevalling zou opwekken. Grappig, hè? En 1 dag later beviel mama van jou. En toen was jij geboren en dat is dan ook je verjaardag geworden. Gisterd. Dat maakt gewoon niks uit. Zij is in ieder geval morgen jarig en opa vandaag jarig. En ze zijn nu dus een tekening aan het maken.
Deze heeft Lucilla gemaakt voor opa. Was er vanochtend al aan begonnen. Ja, maar die hoort ook erbij. Oh, die hoort er ook nog bij. Oh, dat is de leeftijd, denk ik. Alleen dan moet er 9, moet het haakje de andere kant op. Als je hem in de spiegel houdt, dan zie je, dan klopt hij wel. Oh. Is niet erg. En Luan, die heeft deze mooie tekening gemaakt. Maar voordat Lucilla jarig is, ja, ze is al aan het snoepen. Wat voor een tractatie gaan we nou maken? Oreo's van soort lollies, toch? Ja, wij gaan heel leuk. Ik heb even een beetje gegoogeld naar leuke tractaties. En Lucilla is helemaal gek van deze koekjes. Dus ik dacht, iets met die koekjes is misschien wel leuk. Dus wat gaan we nou maken? Oreo lollykoekjes. Ja. En ondertussen even Hazel een Oreo'tje op. Dus als je een klein beetje inspiratie wil, wat tractatie betreft. We gaan weer iets nieuws maken. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit nu ga maken. Dus geen idee of het helemaal gaat lukken. Maar we gaan gewoon weer een poging maken. Het moet niet heel erg moeilijk zijn trouwens. Wat je nodig hebt is de normale Oreo koekjes. Ja, ja. Die. Smeltchocola. Deze. Ik heb er 3 zakjes van. Ik weet niet precies hoeveel. Ja, lollystokjes. Die konden we niet vinden. Dus we hebben deze ijsstokjes. Van de Action zijn die. En Topix. We hebben voor deze leuke roze Topix gekozen. Omdat Lucilla natuurlijk helemaal van roze houdt. Dus om een beetje in de Lucilla kleur te blijven, hebben we roze gekozen. En hier gaan we dus leuke lollykoekjes voor maken. Die moet je nu niet meer opeten. Want anders weet ik niet of we genoeg hebben voor de kindjes in jouw klas. En ik had er al wat extra veel gedaan. Omdat ik niet weet hoe ver de koekjes heel blijven. Maar de eerste stap die we gaan doen. Met die plank zo. Ja, moet die even doen. Is eerst gaan we de Oreo koekjes openmaken. Dan kun je heel zachtjes... Oh, gaat hij kapot. Mama. Zoveel stiekem. Ja, dit is toch niet handig? Nee. Je hebt er genoeg op. Nou, jij vond ze niet lekker, hè? Nou, eindje voor papa dan. Mama, zo gaat het niet. Oké, ja, we hebben het voorzichtig. Voorzichtig. Oké, nou heel voorzichtig, oké? Oké. Oreo koekje, heel voorzichtig. Draaien. Kijk. En openleggen. Heel veel. En ze moeten wel bij elkaar blijven, hè? Kijk, wacht. Ja, die kan je dan niet meer gebruiken. Anders bewaar je deze, want dan past die weer bij... Ah! Oh. Nou, kan je hem ook niet. Dan gaat hij ook kapot. Ik merk dat ze best wel snel breken. Ja, ik heb dus dat is wel jammer. Mijn eentje is al gebroken. Ja, zie je, liefie. Deze gaat ook breken. Oh, jongens. Ja, dat is vanzelf al gebroken. Nou, maar dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben er maar 6 en we moeten 25 hebben. Dus dit wordt iets. Heel dit wordt iets. Ah! Nou, deze is nog heel. Wat is dit nou? Want die koekjes zijn gebroken. Ja, heel... bingo. Maar als ze zo makkelijk breken, dat betekent dat ik er nog meer moet maken. Hoezo? Omdat je als je naar school gaat, heb je de kans dat er weer breken. Dus mama gaat gewoon proberen zoveel mogelijk koekjes te maken. Goed. Want je hebt 4 We hebben 4 van die oeien. Ja, gelukkig maar. Gelukkig dat je er 4 pakte en geen 3 of 2. Kun jij even tellen, Luan? Ja. 1. Nee, maar stil. Moet 1, je per 2 tellen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. 16? We hebben 15. Ja. En we moeten er 25. Ja. Dus dan... Nee, niet aankomen. Dus ik weet echt niet. We moeten er nog 10 bij, hè? Oh, echt? 10! Ja, oh, ja. Dan heb je 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En we hebben 25. Maar we maken er gewoon zoveel mogelijk, zodat we altijd genoeg hebben. Chocola! Nou, dit wordt wel dit. Dit wordt wel weer de tractatie, schatje. Zo, we hebben alle Oreo koekjes opengemaakt en op de planken neergelegd. Wat we nu gaan doen, is de smeltchocola. Ik zit helemaal onder de chocola. Je zit inderdaad helemaal onder de chocola. De smeltchocola gaan we au bain de marie smelten. Dat noem je zo, dat is een bepaalde methode om de chocola te smelten. Dit lijkt naar, hoe heet het ook weer, wat eerst gemaakt van betamotis. Heb je chocola? Oh, ja, maar... Speculaas, zeg ik. Speculaas? Nee, maar. Ja, maar ik wil daar speculaas in gebruiken.
En de chocola. We hebben hier een bakje. Daar mag je alles in doen. Allemaal. Allemaal. Dit is alles. Kijk, zo ziet het eruit. Dit zijn allemaal van die losse chocoladeblokjes. Dan heb ik hier een pannetje met een klein beetje water erin. Dat is aan het koken. En dan gaan we dit schaaltje er bovenin erop zetten. Zodat de damp die daaronder zit, aan de onderkant van het schaaltje is. En dat dan de chocola gaat smelten door de warmte. Als straks de koekjes op de lollystokjes zitten, dan had ik dit eigenlijk in gedachten. Ik had eventjes om te proberen de stokjes erin gezet. Maar hier moeten dus nog de koekjes aankomen. Maar ik dacht, misschien is dit leuk als standaard. Nu weet ik, durf ik niet met zekerheid te zeggen of dit een heel goed idee is. Nu heb ik natuurlijk houten stokjes gebruikt in plaats van echte lollystokjes. En ja, hout dat zuigt vocht op. Dus ik weet niet of het helemaal goed gaat met deze watermeloen. Maar goed, dat kunnen we straks wel zien. We gaan eerst eens even kijken hoe we de koekjes op de lollies gaan krijgen. Hier moeten we even een beetje doorheen blijven roeren. En dan smelt de chocola. En dan kunnen we die gebruiken om de koekjes weer dicht te plakken. Zoals jullie zien is de chocola behoorlijk goed gesmolten al. En is hij bijna klaar. Zo snel. Grappig, hè? Oeh, hij is wel heet. En het hele lepels is erin gevallen. Mama, dit is wel heel leuk kapot. We hebben hier de stokjes. De ijsstokjes. Lollystokjes eigenlijk, hè? Zo. We hebben hier de chocola. Oeh, een beetje warm. En we hebben hier de open Oreo koekjes. Nu gaan we... Mama gaat eerst even de eerste doen. Gaat mama een klein beetje chocola pakken. Ja. Ja. Op het koekje. Ja. Zo. Dat lekker om elkaar blijft plakken. Ja. Ja. Nu mag Lucilla het stokje erop leggen. Ja. Oh, 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 oh. Een beetje en dat andere koekje erop. Leg het andere koekje maar erop. Heel voorzichtig. Oh, kijk dan, ja. De eerste lolly. En dan, wacht even hoor. Oh, mam, ik zie knoeien. Ja. Ja. Oh, gaat het goed? Dus de bedoeling is dat hij nu vast gaat zitten. Om even laten drogen. Dan is het lekker. En dan zit hij als goed is hopelijk vast. Dit is het Oreo koekje op de lolly. Je ziet aan de andere kant is hij wel een beetje gebroken. Maar omdat het chocolade achter zit, ertussen zit... blijft hij wel aan elkaar. Wat we nu dus gaan doen, is dus het bovenste puntje van het koekje in de chocola dopen. Zo. En dit dan vervolgens in de spikkels. Oh. Lekker bezig. En dan is de bedoeling dat het topic mooi met een kleurtje is. Alleen ik zie nu dat het nog niet helemaal heeft gepakt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat op de foto het er wel wat mooier uitzag dan hoe ik het nu doe. Deze lollystokjes liggen even te drogen. Het zijn in principe al genoeg, maar ik maak er nog meer gewoon voor de zekerheid, hè. Een pannetje op Bain-Marie de chocola smelten met het volgende pakje. Om straks eens de toppings van het koekje op vast te plakken. Als het goed is zijn alle lollies nu wel vast aan elkaar. En ja, moeten we nu nog kijken hoe we de toppings erop doen. Ik zag net wel dat het een beetje een wat kliederboeltje is. Dus ik heb nog even wat extra toppings gepakt. Misschien kunnen we die ook nog wat makkelijker eroverheen doen dan die andere. Maar dat gaan we even kijken hoe we dat gaan fixen. Maar het komt vast wel goed. Eerst eventjes deze chocola smelten. Tada! Nee, dat is niet handig. Laat maar even liggen. Ik wil jullie laten zien. Ik heb een andere oplossing bedacht. Ik ga de bovenkanten van deze koekjes met de gesmolten chocola besmeren. En de kinderen mogen er zelf met de sprinkeltjes overheen sprenkelen. En dan moeten we het laten drogen. Dan kunnen we wel alleen maar één kant bedekken. Maar dat vind ik niet zo erg dan... Ja, dat is denk ik handiger dan ze ergens indopen. Want dan heb je de kans dat de koekjes heel makkelijk afvallen. Dus dat ga ik liever toch maar niet riskeren. Nee. Aangezien ik niks anders als backup plan heb. Uh, 30, 32, 34, 36.
36 hebben we de sil. Dat is veel, hè? Nu moeten we even al deze chocoladekoekjes, lollykoekjes, even laten drogen. Zodat het kan inharden en dat het niet eraf valt. Als ik nu zeg maar de koekjes rechtop pak, druipt de chocolade naar beneden. Dat hebben jullie net gezien. Dus dat gaan we even laten uitharden, zodat de snoepjes echt in de koekjes zitten. En de stokjes ook vast komen te zitten. Bij dit. Ja, we hebben net gezien bij die, hè. Die viel er een beetje af. Ja. Maar hij was nog gered. En dan nog hebben we wel genoeg koekjes, reservekoekjes. Dus mochten ze vallen of wat dan ook, is het niet erg zil, want dan heb je genoeg koekjes voor alle kindjes. Het is trouwens toch wel een heel erg leuke aanrader voor een tractatie. Het is best wel, tenminste ik vind hem best wel origineel. Ik had het nog niet eerder gezien, dit soort koekjes. En het is eigenlijk helemaal niet zo super moeilijk. Het enige wat je wat wel handig is, dat je wel even goed laat drogen, zodat het wel vast blijft zitten. En het is natuurlijk een beetje een kliederboeltje, want zoals jullie hier zien... Daar is natuurlijk wel overal chocola. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus wel een heel erg leuke tractatie. En liefie? Ja. Dit zijn ze dus geworden. De lollykoekjes van de tractatie van Lucilla. Lucilla heeft het eerste koekje te pakken. Mijn proefkoekje, zeg maar. Waar smaakt hij naar? Naar chocola. Naar chocola. Lucilla lust natuurlijk helemaal geen chocola. Wow. Ze is helemaal niet gek op. Wow. Ik krijg opeens een idee. Ik zet heel even die chocoladelollies in de... koelkast, zodat het iets sneller hard kan worden. En ook misschien wel wat harder hard kan worden. Pas hier precies, dus deze zet ik hier neer. Mooie Luxie. Hebben ze mooi gemaakt, hè? Mooi, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Ja, die. Mooie kleurtjes, hè? Nou, en deze zetten we ook in de koelkast. Kijk, die past hier nog mooi onder. Zo. En ik heb ook nog een plekje gevonden voor deze. De koekjes die staan in de koelkast. Koelkast dicht en dan worden ze hard. De postbode is net op het nippertje geweest om nog de laatste verjaardagscadeautjes voor Lucilla te brengen. Heb ik even daar onder de tas gelegd. Dat mag ze namelijk nog niet zien. Dat ga ik straks er allemaal inpakken. De tractatie zit nog steeds in de koelkast. En Luan en Luxie die zijn met de doos gaan Luxie, spelen. Dan gaat jouw hoofd hier zo in. Ja? Moet Luxie in de doos passen? Ja. Okay. Gaat Luxie een bootje varen met de doos? Deze voeten gaan hier. Ach, ja. Deze voeten. Kom maar met die voeten. Ja. Deze Luxie. Baby past er nog maar net in. Nou. Nee, ik weet niet of ze dit leuk vindt. Oh. En Lux. Kijk. Nou, wat je wel niet kan doen met een doos. Is dat Luxie? Nee, papa! Wat doet Luan nou met de doos? Hey, daar is Luan weer! Daar is Luan weer! Daar is Luan weer! En Lucilla zit heel even heerlijk te chillen op de bank met een filmpje. Wat ben je aan het kijken, lieverd? Heel erg een filmpje zitten te kijken op de bank. Want ze was een beetje moe geworden van het tractatie maken. En Daniel die is boven op bed gaan liggen. Hij was niet zo heel erg lekker vandaag. Hij was nog erg misselijk en een beetje duizelig. Vanochtend moest hij ook even overgeven. Dus ik hoop het niet. Maar ik ben bang dat hij een buikgriepje of zo te pakken heeft. Niet heel erg lekker voor alle verjaardag gebeuren. Het hele verjaardagsweekend, Luxie. Wat ben je aan het doen, Luxie? Wij hebben in ieder geval nergens last van. Dus wij voelen ons allemaal goed. Alleen Daniel voelt zich echt niet lekker. Dus die is op bed gaan liggen en die is in slaap gevallen. We zijn een paar keer weer eens kijken. Ja, Lu? Maar wat zei die? Kom eens bij mama. Ik zie elke keer heel rustig zijn ogen open. Ja? En we zijn slaapkamer dicht. En hij zei helemaal niks. Hij zei helemaal niks. Dus ik denk dat opa en oma dat hij dat heeft afgezegd. Omdat hij nou op bed ligt, dan zouden we vanavond even aan het eind van de middag naar opa en oma gaan. Als ik klaar was met de tractaties. Maar het is nu al 17:15 of zo. Dus ik weet niet of hij nog uit bed gaat komen. Maar ja, ze hadden dus in ieder geval een tekening gemaakt. Kijk, ja, die hebben jullie straks gezien voor opa. Dus als ze opa morgen zien. Morgen hebben we natuurlijk ook de verjaardag van Lucilla. Dan zullen ze de tekening alsnog wel geven. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ga je ook even vloggen? Ga je ook even vloggen? Mama, ik ga even gaan schieten. Ja. Mama. Nee. 3, 2, 1. Dat doet hij niet, Hé, hey, hoe gaat hij? Ik denk niet meer dat je naar opa en oma gaat, of wel? Nee. Heb je ze afgebeld? Ja. Oké. Okay. Zal ik met de kinderen gaan eten beneden dan? Ja?
ga ik nu wel even eten koken, want het is alweer tijd om mijn avond te eten. Kan je nog doei zeggen voor in de vlog? Mm. Nou, dat is Daniels doei voor in de vlog. Hey Luxie. Hey, papakke. Kom hier. Mama was even bij papa aan het kijken. Moet de lamp uit doen? Lamp uit voor papa. Zo, zijn we meteen donker. Papa nog even slapen. Papa voelt zich niet zo lekker. Ja, hopelijk is hij morgen beter. In ieder geval voelt hij zich iets lekkerder. Morgen natuurlijk een jarige Job in ons midden. Een jarige Jet bedoel ik eigenlijk. Zo, nou, de kids zitten eventjes lekker voor een buurman en buurmandje. En dan gaat mama even lekker eten koken, goed? Zo, terwijl de kinderen nog even lekker voor de tv zitten, wilde ik eigenlijk met de avondeten beginnen. Maar ik zag dat de lolletjes zo goed als hard zijn geworden. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig of het me gaat lukken om dus de meloen te gaan gebruiken als een standaard. Dus ik ga gewoon even kijken of het gaat lukken om deze koekjes. Ze zitten nu vast op de plank. Oeh, die is, oh wow, die is mooi geworden. Ja. Kijk. Dit is dus één koekje geworden. Daartussen zit chocola en bovenop is ze dus versierd. Deze is ook goed gelukt. Die ga ik er ook in zetten. En eentje met roze spikkeltjes. Eentje met gekleurde spikkeltjes. Ik had de gaatjes dus al voorgesneden met een mes. Zodat het gaatje er al in de meloen zit. Want anders dan lukt het niet om het stokje erin te stoppen. De eerste lading koekjes die zit al in de meloen. En ik moet zeggen dat het er niet eens zo heel erg verkeerd uitziet. Dit is de volgende lading die ik uit de koelkast haal. Ik ben er zelf toch nog alsnog heel erg tevreden over. Ik ben benieuwd of het morgenochtend er nog zo bij staat. Maar ik ga Lucilla even laten zien, want ze heeft het nog niet gezien. Ze zit voor de tv, dus ik ga nog eens even roepen. En kijk maar. Oh, mooi. Kijk, je kan hem goed vasthouden, hè? Ja. Oh, goed gedaan, schatje. Doe een duim omhoog voor mijn tractatie. Ja. Zo, en ik heb inmiddels lekkere spaghetti soep gemaakt. Kijk, heerlijk. Met lekkere pannetjes erin. Dat is ook lekker voor Daniel. Een lekker bouillonnetje erbij. En dan kunnen we zo lekker aan tafel. Komen jullie zo, kinderen? Ja. Daniel ligt nog steeds lekker op bed. Maar wij zitten alweer lekker aan onze spaghetti soepje, kinderen. Ja, wel gek zo zonder papa. Ja. Ik heb al verteld dat we niet naar opa en oma gaan. Morgen zie je opa en oma, hè? Dan komen ze op jouw verjaardag. Kijk. En morgen mag je trakteren. En je hebt chocola in je jurk. Maar dat is niet erg. Dan wassen we wel eruit. Nou, eet smakelijk. En Luxie ook, eet smakelijk. Die is ook altijd gek op de spaghetti soep. Het is eigenlijk meer spaghetti dan soep. Dat is een lekker spaghettietje. Morgen gaan we zeker weer kijken, want dan is Lucilla... Jarig! En dan wordt ze... 5 jaar! Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik op het belletje. We zien jullie graag morgen weer in een nieuwe verjaardagsvlog. Tot morgen. Doeg. Ga je zwaaien? Doeg. Doeg. Volg je hart, boom boom brein. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom brein.